Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van de Online Service School. Vandaag gaan we het erover hebben wat de benodigdheden bij surfen zijn, waar je die het best kan stallen. Nou, de benodigdheden zijn eigenlijk heel simpel. Je hebt eigenlijk twee nodig. Een wetsuit. Als je lang in het water wil blijven, zou ik zorgen dat je ongeveer een 3-4 mm pak hebt. En een surfplank natuurlijk. Ik zou beginnen met een softtop. Dat is eigenlijk een zachtere versie van de surfplank. En daarna zou ik overgaan naar een hardtop. En dat is echt een houten surfplank eigenlijk. Nou, stel je voor, je wilt in de winter door blijven gaan met surfen. Want in de winter zijn de beste golven in Nederland. Adviseer ik je om een winterpak te nemen. Een nog dikker pak. Met ook nog een capje. Dat is lekker warm voor je hoofd. En handschoentjes. Het duurt best wel lang om het aan te trekken, maar uiteindelijk is het wel heerlijk warm. Nou, het surfen is dan wel leuk en aardig met een pak en een wetsuit. Alleen, waar moet ik die stallen? De surfplank en het wetsuit. Nou, je kan gewoon naar surfclubs gaan. Vragen, mag ik hem hier stallen? Misschien gratis, misschien moet je er wat voor betalen. Als je geen surfclubs in de buurt hebt, want er zijn nog best wel weinig surfclubs in Nederland, dan zou ik naar een andere watersportvereniging. Ik heb voor mijn surfplank liggen bij een zeilclub. En je kan bij een kitesurfclub, een windsurfclub aan het strand ook nog vragen of je daar je pak kan stallen. Daar zijn vaak ook douches, heel fijn, na afloop kan je dan lekker douchen. En als je die allemaal niet in de buurt hebt, je woont bijvoorbeeld bij een klein strandje, is denk ik altijd nog wel een strandtent. En die heeft altijd denk ik wel nog ruimte om een plank neer te stallen en een wetsuit. Nou, als je surfplank en wetsuit nergens op het strand kan stallen, dan zou ik hem gewoon lekker thuis stallen. Nou, als je een tuin hebt, is het ideaal. Kan je ze daar gewoon neerleggen met je wetsuit. Als je geen tuin hebt, nou, zou ik het op je kamer doen of in de badkamers. Denk ik wel ergens een plekje. Nou, als je gaat surfen, dan zou ik als eerst je wetsuit aandoen. En met je wetsuit naar het strand fietsen. En je plank kan op een speciale fietshouder voor je surfplank. Dan kan je hem daarop leggen, kan je gewoon fietsen. Je kan hem ook in je hand vasthouden, maar dat is nog best wel zwaar en vooral met die softtops, die zijn heel zwaar. Als je eenmaal bij het strand bent, zou ik gewoon lekker surfen. En als je uit het water komt, kan je met je wetsuit terug naar huis fietsen. Want ja, dat is gewoon 3 tot 4 mm, misschien wel 6. En dan heb je gewoon net zo'n dikke laag om je heen als een jas. Je kan ook zeggen, ik doe hem op het strand uit. En dan gewoon even afdrogen, even koud hebben, maar daarna gewoon lekker weer warme kleren aandoen. Als je je wetsuit gaat opbergen, zou ik hem in een plastic zak opbergen. En zou ik hem goed stevig oprollen. Als je thuis komt, zou ik weer alles op de juiste plaats doen. En zou ik de wetsuit even ophangen, zodat hij kan drogen. In de tuin is het natuurlijk het beste. Als je geen tuin hebt, kan het op het balkon, maar ook in de badkamer. En zou ik zeggen, nou, ga gewoon lekker surfen. Ik hoop dat je de juiste materialen hebt. Ik zou niet te veel van merkjes kopen. Maar gewoon goede wetsuit en goede planken. En gewoon lekker gaan surfen. Dit is het einde van de video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort leuke en leerzame video's? Abonneer dan even op het YouTube kanaal De Online Surfschool. Elke zondag komt er een nieuwe video online. En tot de volgende video.